Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Larissa is net wakker, maar is niet ochtendmensen. Maar wij zijn wel ochtendmensen. Dus wij openen deze, deze vlog. Deze vlog, goedemorgen. Dag 3. Wij ontbijten. Say goodbye to the pain of the past. We don't have to feel it anymore. Love is an open door. Love is an open door. With you. With you. With you. With you. Love is an open door. Crazy? No. Will you marry me? Is this crazy here? Yes! A never ending story. We gaan zwemmen. Yay! Let's go! Sorry. Kijk eens, jongens. Je bent echt zo klein, zo op je tenen. Wow, we zijn heel hoog. Daar lag je door je duif. Bah. Weet het nog goed? Jacuzzi's. Nou, die tijd mogen ze opknappen. Ja, echt hè. Will she or will she not? She failed. I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back. Cause I won't be there. I'm on the back. Wat een moed. Even lekker lunchen. Lekker, lekker, lekker. Een bodempje lekker voor vanavond. Ja. Wat heb jij nou weer? Bananijsje. Wil je ze helemaal pellen? Het is koud. Wat de fuck. Lekker. Ik ben dus maar een heel klein beetje verbrand. Mooi weer. Ja, Martijn is nog heftiger verbrand. Oh. Ouch. Oef. Kijk de benen. Oh, zo heftig. Ja. Nou, we hebben ons echt super vaak ingesmeerd, maar ik wilde gewoon niet helpen. En het was de hele dag bewolkt. Ja, dat ook nog eens. What the fuck. Maar dat is misschien het verraderlijke geweest. Ja. Is het lekker?
We zijn dus het avondeten in het hotel en er is een chocoladefontein. En mevrouw gaat iets vertellen. Ik heb niks te vertellen. Nee? Ja, nou. Kijk. Nou kijk, die fontein daar. Ja, vertel maar. Ik was daar lekker in aan het soppen met een lepel. Dus ik dacht, ik ga het lekker over mijn meloenen doen. En toen liet ik dus die lepel op het randje liggen. En Martijn zo, hey, waar heb je die lepel nou gedaan? En precies op dat moment zonk die lepel dus in die chocolade. En hij was gewoon van tevreden. Misschien welke lepel. She fucked up. Nee, dat weet niemand. Welke lepel? Wat bedoel je? Lepel? Lepel? Nooit van gehoord. Wat is lepel? Aardbeien. Maar ze heeft wel de chocola. Het is niet altijd halverwege gebeurde. Niet te weten. De bonpreu. De bonpreu. Waar gaan we naartoe? De bonpreu. Wat gaan we halen? Energie, want die zijn dood. Ja. Veel energie. Ik weet, ja. Ja, die is. En dat moet nog op sap gaan, jongens. Dat gaan we halen, goeie vraag. Nice. Nu moet je alleen nog stijgen. Ze heeft niet eens een kam, verwacht je dat ze een stijlborstel ligt? Maybe. Oh, die toevallig wel. Lekker klaarmaken. Woe. En wacht op Martijn tot we kunnen indrinken. Hey boy. Hi. Party. Alcohol. Dit is gewoon voor. Hey, maar zo'n ding ook. Rustig avondje. Rustig eerste avondje uit. Een paar glaasjes. Moet kunnen. Niet te bom zijn. Niet te bom maken. Maar dit is ook niet veel. Die vet of ben je al nieuw? Die is wel leuk. Ja? Volg me op Instagram, Larissa Laagstripje Zeeuwen. Eee. Take me home, country roads. Look at what you see. Dit is dus waar het naartoe gaat op deze avond. Maar we zijn hier eens weg geweest. Ja, nou, we zouden eigenlijk om 12 uur gaan. Het is nu 1 uur. Er kwam dus naar de mandenhotelkamer, want we zaten zeg maar buiten. We hadden dus gewoon een beetje muziek op staan. Het was niet eens echt heel hard. Ik ga even anders vloggen, want hier hebben twee mensen seks en daar heb ik geen zin in. Nou, er kwam dus net een zo'n lelijk licht, maar daar kijken we even voorheen. We hadden dus gewoon een beetje muziek op staan. We zaten op het balkon, weet je wel. Er was helemaal niks ergs. Ineens wordt er voor op onze deur gebonkt. Dus wij waren zo van, bonkt er nou iemand op onze deur, weet je wel. En ineens komt er echt zo'n dikke man naar binnen. Die is helemaal van het hotel in. En begint hij vol te schreeuwen, maar hij was echt super woedend. En dan begon hij dus in het Spaans tegen ons te praten. En we hadden echt zo van, bitch, we verstaan dit niet. Maar we verstonden wel waar het neerkwam, zeg maar. Maar de muziek moest dus uit. Anders werden we definitief uit het hotel gezet. En like, ik snap dat je hier niet te veel overlast moet gaan maken. Maar de muziek stond like, misschien half hard, weet je wel. Niet eens helemaal hard of zo. En ten eerste, we hebben nog helemaal geen overlast op veroorzaakt. We hebben niks gedaan of zo. En die man komt hier gewoon onze kamer binnenstormen. Helemaal woedend en zegt dat als het nog een keer gebeurt, dat we het hotel uit moeten. Like, ik snap, ik wil het ook wel van hun kant zien. Van dat het gewoon kut is dat misschien meerdere dat doen. Dat ze gewoon muziek hard aan hebben. Maar ze hadden ons ook gewoon normaal erop aan kunnen spreken, weet je wel. Ze hadden ook gewoon normaal gewoon even kunnen zeggen van, kan die muziek wat zachter? Want dat hebben jullie liever niet. En als het zo blijft, dan moeten jullie het hotel uit, weet je wel. Maar hij kwam echt woedend naar binnen en hij was zo boos. Terwijl het gewoon niet hard stond, weet je wel. Dus wij waren echt, we zaten echt in een goede mood en toen waren we daar gewoon helemaal uit. Dus ja, we proberen het nu gewoon niet meer te hard te zetten. Want de reisleidster heeft ervoor gezegd van, ja, als iemand uit het hotel wordt gezet, er zijn gewoon geen plekken meer. Alles is volgeboekt. Dus je krijgt gewoon geen hotel meer. En dan heb je gewoon echt een probleem. Dus ja, wij gaan zo even nog uit. Ik laat mijn camera wel thuis. Want ze hebben ons wel gewaarschuwd om echt zo min mogelijk mee te nemen. Er zijn zoveel zakkenrollers op het moment actief hier. En je moet gewoon echt heel erg oppassen. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen weer. Dus dat is hierna. En dan gaan wij zo. Ja. Eee, jongens.
Hallo! Goedemorgen! Oh, waarom is het niet zo donker? Nou, we waren dus uit geweest gisteravond tot like 5 uur. Minstens. Ja, we waren 5 uur waren we terug en ja, ik was om 11:30 wakker en die gek hier waren gewoon om 9 uur gaan ontbijten. Ja, het was echt lekker. Het was lekker. Maar het was wel lekker. Ja, en vandaag gaan we dus naar het strand. Dat gaan we zo doen. Het is nu bijna 1 uur of zo. Hoe laat is het? Het is 1 uur geweest. Dus ik denk dat we daar dan ook gewoon even gaan lunchen, wat dan voor Sean en mij ontbijt is. En dan gaan we gewoon op het strand chillen. Tot straks, denk ik. En dan daarna eten. En dan gaan we weer op stap. Ja. Maar tussendoor ook nog een powernapje. En een powernap. Nou, ik heb dat niet nodig. Ik heb geslapen. Ja, maar ik heb maar 2 uur slaap gehad vannacht. Dat is niet mijn probleem. Nee, dat klopt. Dat is mijn slaapritme. Precies. Die is fucked up. Kijk, en dan zeggen dat ik een fucked up slaapritme heb. Anyway, ik was jullie echt gisteren allemaal dingen op de badkamer aan het vertellen. Op de badkamer. Inside joke. Ik was jullie allemaal dingen aan het vertellen gisteravond. En ik leek echt super dronken. Maar ik had echt nog niet veel op. Dus neem me alsjeblieft serieus. Maar het was gewoon die man. Ik vond het gewoon echt niet kunnen dat hij gewoon vol onze kamer binnengestormd kwam en echt scheldend in het Spaans. Zo van, ten eerste, dit is een hotel. Daar komen mensen die niet Spaans spreken, zeg maar. Dus je kunt het ten eerste in het Engels doen. Daarnaast vind ik gewoon dat ze ons ook gewoon een waarschuwing hadden kunnen geven of ons gewoon hadden kunnen aanspreken van, luister, kan de muziek wat zachter, want dat willen we hier niet. We zijn allemaal volwassen genoeg. We zijn allemaal volwassen en we kunnen allemaal gewoon normaal met elkaar praten. Maar ik vond het echt super overdreven. Maar hij gooide ook echt die deur open en wij schrokken ons echt kapot en dat vind ik gewoon echt niet normaal. Dus ja, dat is gewoon eigenlijk basically what happened. En toen waren we allemaal een beetje, was de moed een beetje verpest van ja, dat was gewoon een beetje kut, weet je. En toen zijn we daarna weggegaan en toen ging het wel weer. Was wel leuk. Was het leuk, jongens? Ja. Het was echt leuk. Dus ja, wij gaan naar het strand. En ik ga mijn GoPro meenemen. En de flamingo. Wij hebben ons allemaal klaargemaakt, maar het stinkt heel erg in het restaurant. Want als je daar geweest bent en je komt terug,
Ik weet niet of ze daar gewoon een slechte afzuiging hebben of zo. Maar dan hebben ze geen afzuiging. Volgens mij hebben ze geen afzuiging. Want als je terugkomt, stink je echt helemaal naar eten. Dus ik ga dadelijk terugkomen en dan doe ik dat aan. En dan gaan we straks even naar de rots lopen en dan gaan we wat foto's maken en zo. Maar nu gaan we dus eten. Martijn en Laura zijn gaan pinnen, want we gaan morgen naar Waterworld. Oh, dat gaat zo'n vette vlog worden, dat weet ik gewoon nu al. We hebben even met de reisleidster geappt en die komt ons nu de kaartjes springen. En zij zijn dus geldpinnen en dan kunnen we dat meteen even betalen. En dan gaan we dus eten. Dus ja, let's go. Ik denk dat mijn camera wel even hier laat. Of nee, of niet? Nee, dat hoeft niet. Dadelijk laat ik weer een lepel in de chocola vallen, dan moet dat toch verteld worden. Oh ja. Ja, dat gaan we doen. Oh. Nu vind ik het eten wel al beter. Ik vond het de eerste dag een beetje shitty, maar ik vind het er wel al allemaal beter uitzien. Bordje nummer 2. Met alweer frietjes. Ja. Wat? Kijk, hier hebben ze extra beveiligde feta in een extra beschermdoosje. Daar vechten wij mee. Wij vechten daarmee in de plus, daar slaan we elkaar mee. Dat is leuk, hè? Hey! We gaan foto's maken. Ja, we gaan gewoon naar de rots toe. Maar we gaan kijken of we er ook foto's kunnen maken, ja. Want dat is leuk. En het is een beetje laat, dus we hopen dat een beetje meewerkt. Ja, en anders gaan we gewoon nog een keer terug als het wat lichter is. Ja, want we hebben nog 4 dagen. 4 maanden! We zijn al op de helft bijna! Nee, morgen zijn we op de helft. Morgen gaan we naar Waterworld, dat hebben we al gezegd. Waterworld, Waterworld. We zijn echt de kinderen van deze groep. Hey, we zijn bij de rotsen. Yay! Alles voor de Insta-foto's. Maar ik denk eigenlijk dat we een andere dag terug moeten komen. Ja, ik zie zo even terug. Behind the scenes. Hey! Hey! Look at my pretty pigs! Look at us! I made them! Oh, you're such a good photographer! I know! Look at all! Ik deed dat goed, hè? Dat heeft hij gedaan! Me! En we zitten al hier op een rot om Insta-foto's te maken. En ik heb pijn aan mijn been, want het is een beetje scherp. En we zijn daar ook mee bezig zo te zien. Kijk, zus mooie wezen zijn. Helemaal in haar element. All around the world, pretty girls. Girls. Even gevaarlijk doen, ik weet niet waar ik moet lopen. Maar we moeten de goede angle zien te krijgen, zodat het een leuke vlog wordt. Ik riskeer hier mijn leven, dit gaat mis. Ik ben onhandig, waarom doe ik dit? En ik word hier niet eens voor betaald. Oké. Ja, ik zou zeggen, een beetje in de achterkant, een boontje zeg maar dat zie je ook wel een beetje. Ja, ja, dat zie je ook wel. Dat is een gym. De vrouwen daarboven, het standbeeld, die zien hem nu niet. Maar dat is een gym, dus ja. Oef, oef, oef. Ook. Anyway. Het is warm genoeg hier. Door de deur. De deur is open, gaat toch warm hier? Warm! Harold! Lieve Harold! Harold de lieve flamingo! Ja, dat is dus Harold de flamingo. Oh, praise Harold! We stan Harold!
Harold is onze best boy. Geef hem een beetje uitzicht. Nee. Zielig. Wij gaan nog even uit. Ja, morgen gaan we dus naar Waterworld, wat ik al 3 keer heb gezegd, maar ik ben gewoon heel excited. Because I love that shit. Ze zingen Billie Eilish. We hebben net nog even wat gedronken en we gaan dadelijk dan nog even uit. Maar zoals ik dus gisteren heb gemerkt, is het echt niet handig om daar je camera mee naartoe te nemen. Dus dat ga ik ook niet doen. En daarom ga ik deze vlog afsluiten. En morgen ga ik dan een vlog in Waterworld maken. Ik heb er zoveel zin in, wat fuck. En dan was dat deze vlog. Morgen is ook meteen dat ene feest in die villa volgens mij. Dus dat gaan we dat ook doen. En dat gaan jullie allemaal zien in de vlog van morgen. Ik weet niet wanneer die online komt, maar dat gaan jullie allemaal zien. En dan gaan wij nu nog even op stap en dan ga ik deze vlog afsluiten. Dus vond je dit nou een leuke vlog? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer even. En dat was het. Bye. 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 Nou, we zijn dus op stap geweest. Het is nu 3:30. We hadden er niet echt zin in. Want morgen vroeg gaan we naar Waterworld. Yay. Make way for Prince Ali. For Prince Ali. Head to the young, to the open star. Hey you, it's a brand new star. Echt iets van 6 ijsjes voor 7 euro is echt niet normaal, man. Wat vind jij, Larissa? 4 ijsjes voor 6 euro met alcohol. Niet kunnen we okay, ze beter toch? Zelf maken, hè? Ja. Oké. Okay. Vooral die van Pina Colada. Nee, dat valt ook wel eens mee. Dat is 1,50 ijsje. Ja, maar als je zelf koopt ja, voor een tientje voor een fles. Ze zijn echt niet tevreden. Ze smelten zomaar. Ze zijn afgesloten. Nou, toch niet. Dan heb je een nachtvlog. Dat kan niet. Maar nu heb je een echte kaart van haar andere. Larissa. Larissa. Kijk, zie dat haar. Dat heb ik gefeund. Daenerys. Daarom ziet het er ook zo mooi uit. Emilia Clarke zo trots zijn. En nu gaat ze naar de krulletjes. Ja. We stand. We stand krulletjes. Kijk, dat doet ze toch even. Kijk, ze is al bijna klaar. Oh, dat vind ik echt niet leuk. Nu vliegt ze in een helikoptertje naar boven. Dat was een... Hoe snel gaat het slapen?